Goedemorgen, de laatste koffiebreak van 2020, nummer 7. En vandaag is deze koffiebreak met Rishit Lal. Hij is student en tot nu toe heb ik vooral docenten geïnterviewd, maar deze Rishit kon ik echt niet laten lopen. Hij is bijles gaan geven al vorig jaar. Toen kwam corona en toen is hij dat anders gaan doen. Maar zijn verhaal is wat mij betreft zo ongelooflijk dat ik hem echt erbij wilde hebben. Als voorbeeld van studenten die dingen oppakken. En zeker ook in coronatijd. Rishit, wil jij jezelf eerst even kort voorstellen? Yes. Goeiedag. Eerste keer dat ik u ook zie. Dat is ook leuk om te zien. Ik ben nu een derdejaars student op in Holland, in Amsterdam. En ik doe twee opleidingen daar. De bachelor biomedisch laboratoriumonderzoek en de bachelor chemie. Ik zit dus al in mijn derde jaar inmiddels. Even kijken, waar begint dit verhaal? Ik denk vorig jaar, aan het begin van mijn tweede studiejaar, wel grappig eigenlijk. Het was net uitgegaan met mijn vriendin destijds. En opeens kreeg ik veel meer vrije tijd. En ik wist even niet hoe ik met die vrije tijd moest omgaan. Vanuit mijn school moet je trouwens sowieso in het tweede jaar een vak volgen dat heet instrueren. En bij dit vak kun je bijvoorbeeld leerlingen begeleiden, even persoonlijk één op één. Als die leerling bijvoorbeeld bepaalde mentale problemen heeft of zo, of die komt moeilijk aan zet. Of je kunt bijvoorbeeld een klas gaan tutoren. Nou, dat is bijvoorbeeld wat ik had gedaan. En dan moet je een paar maanden lang gewoon hun begeleiden met hun eerste schooljaar op het HBO. Nou, zo is ik een beetje begonnen. En ik heb altijd wel een beetje de neiging gehad om heel snel mensen te willen helpen. Ook al hebben ze dat misschien niet altijd nodig. En van het een kwam het ander. En de tentamens kwamen eraan. En toen bood ik aan van, hey, zal ik niet bijlessen gaan geven? Ik heb nu opeens toch zoveel tijd. En was ik langzaam mee begonnen. Eerst gewoon helemaal compleet zelfstandig. Dat was denk ik vorig jaar oktober ongeveer. En toen begon ik met een mannetje of 12, wat ik eigenlijk nog best wel heel veel vond. Ja. En de maanden gingen verder. En het was toen februari, dus 3-4 maanden later. En toen zaten we opeens op 60 leerlingen. Dus het werd opeens een stuk groter. Veel meer mensen kwamen erbij. Schoolopleiding begon zich er ook meer in te interesseren. En het werd zo steeds groter. En aan het eind van het jaar hadden we opeens 120 leerlingen. Dat was echt, dat was wel heel heftig. Met name vanwege de appjes die je dan opeens binnen ziet stromen soms. Het bijlesgeven, het bieden van persoonlijke hulp met vakken. Het bieden van wat hulp als het gaat om plannen. Van alles eigenlijk. Dus je bent eigenlijk als vanuit een vak dat gaan doen. En in no time had je heel veel mensen die wilden die bijlessen ook gaan volgen. Maar hoe heb je dat dan? Want dat ging gewoon zijn gangetje en toen kwam corona. Wat moest je toen aanpassen? Moest je, dat was intensiever of juist niet? Ja, dat was zeker even schakelen. Even kijken. Op onze opleiding werken we sowieso met Microsoft Teams. Nou, ik had daar echt nog nooit van gehoord. ik werkte tot op heden, dus tot op dat moment in ieder geval. Altijd gewoon op school, op locatie, dat ik een moment inplande met de leerlingen en dat ze gewoon konden komen en dan gaf ik hen bijles. En soms werd het inderdaad dus wel heel druk, met 30, 40 man. Kun je het tegenwoordig al helemaal niet voorstellen dat je met zoveel mensen zit. Maar toen stond alles stil. En toen dacht ik eigenlijk van, dan wacht ik wel gewoon tot het weer opstart. Maar het duurt, zoals we allemaal wel weten, iets langer dan we allemaal verwacht, denk ik. En moeten we schakelen. Vanuit onze opleiding hadden ze dus Microsoft Teams aangeboden als vervanging ervoor. En de nieuwe tentamens kwamen er ook weer aan. En ik had zoiets van, ik moet wel wat geven. Ik moet wel iets aanbieden. En opeens zag je dat die 30, 40 leerlingen die normaal in een klaslokaal op zitten en die dan echt les geeft bijna eigenlijk, dat nu over Teams
makkelijk 80, 90 leerlingen werd. En dat was, ja, ik vond het wel heel leuk om te zien dat er zoveel anima voor was. Of dat ze, zo, dat ze er gewoon de hele anderhalf uur lang dat ik daar tegen een camera aan het praten was, dat ze allemaal gewoon meeluisteren en aantekeningen. Maar ik weet niet wat ze aan het doen zijn, misschien zijn ze gewoon te veel aan het kijken of zo. Maar ze waren er wel en het was wel een super innovatieve manier om te werk te gaan. En ja, wat ik nu dus bijvoorbeeld merk is dat ten opzichte van op locatie, ten opzichte van als ik gewoon daar op school ben, dat er nu een stuk meer mensen op afkomen. En ik denk dat dat toch echt te maken heeft met de toegankelijkheid. Ik bedoel, je hoeft niet meer te reizen, je hoeft niet meer vroeg wakker te worden of tot laat op school te blijven, want ik gaf die lessen dan meestal na 5 uur, na die normale schooltijd. Je kunt nu gewoon vanaf je luie bank of vanaf je bed bijlessen volgen. En ja, ik denk dat corona dan toch wel iets moois heeft. Maar ja, iets handigs heeft meegebracht. Ja. Met die tijd. Er is dus ook heel veel behoefte aan jouw bijlessen. Hè? En ik vraag me dan wel af van nou, wat vinden die docenten daar dan van? Want is het niet zo dat mensen dan bijvoorbeeld niet meer naar de lessen van de docenten gaan, maar alleen nog naar jouw bijlessen. Hoe heb je dat georganiseerd? Ja, dat was eerst wel even moeilijk inschatten. Zoals ik zei, eerst begon ik dus helemaal zelf. Ik bood alles zelf aan en ik plande gewoon alles zelf in, los van wie dan ook. Maar op een gegeven moment kwam dus de schoolmanagement en de schoolopleiding überhaupt kijken van, wat gebeurt daar nou precies? Ja, dus met 30, 40, ja, als je met 30, 40 in de klaslokaal zit en dan komt opeens de docent al langs lopen en dan ziet hij zijn pak op het scherm en dan ja, ziet hij mij lesgeven of zo. Dat is wel gek, ja. Nou, op een gegeven moment heb ik dus ook met de schoolopleiding gezeten en even uitgelegd wat ik aanbied en in hoeverre het hoe groot het eigenlijk is geworden. En ik was niet zeker van hoe de reactie zou zijn, maar die was echt super positief. En ze waren super tevreden om te zien dat studenten eigenlijk andere studenten op zo'n manier kunnen helpen en aanbieden. En dat het niet altijd allemaal vanuit de hoger op hoeft te komen. En tijd ging voorbij en natuurlijk moeten er dan ook bepaalde regels worden opgesteld. Zo. Want een van de dingen die we bijvoorbeeld wel opmerkten was van, ik werk dan met de 120 leerlingen die nu bij de bijles zitten. Met een groepschat, een WhatsApp groepschat. En vorig jaar was het dan zo dat er bijvoorbeeld in werd gezegd, weet je wat, ik ga niet naar de les vandaag, ik blijf gewoon in mijn bed, want je sheet geeft toch vanavond bijles. Dus ik woon die wel bij. Yes. En dat is juist wat niet echt de bedoeling is, want ik ben geen vervangende factor voor een docent, ik ben ook maar een student. Ik heb hele andere dingen te doen en de kennis die zij hebben, ik heb die kennis zeker niet. Ik ben juist een hulpmiddel voor als het toch wat zwaarder blijkt te zijn dan je eventueel had verwacht. En dus hoe hebben we dat aangepakt? Hoe pakken we het vanaf heden op? Is dat de docenten bieden het gewoon aan gedurende een periode van 10 weken. Iedere week geeft ze een hoorcollege, werkcollege, wat er ook allemaal in zit. En ik ga dan halverwege de periode vanaf week 5 beginnen met het aanbieden van de bijlessen. Mm-hmm. En ik begin dan gewoon vanaf het begin, zodat ze die kennis en weer herhalen voor zichzelf. En dat het niet is dat ze mij als vervanging kunnen gebruiken voor dezelfde stof die ze diezelfde week gaan krijgen. Mm-hmm. Dus op die manier hebben we het zo een beetje kunnen oplossen. En, tot dusver gaat het in ieder geval een stuk beter. En dan krijg ik dat soort opmerkingen van, laat die les maar, ik ga vanavond daar wel naartoe. Dat komt nu een stuk minder vaak voor. Maar waarom denk jij nou dat jij zoveel studenten trekt? Hè? Dat er toch heel veel mensen het verhaal misschien dan dus nog een keer willen horen? Of leg jij het op een andere manier uit? Ben jij meer beschikbaar? Ik ben nog niet helemaal achter wat nou maakt dat iedereen ook heel graag bij jou is. Ja, ik zelf eigenlijk ook niet. Ik bedoel, dit is niks anders dan een beetje speculeren dat we kunnen doen. Maar iets dat ik dan persoonlijk denk, is dat het de drempel is gewoon een stuk lager. Ik bedoel, ik ben ook gewoon een student. Ik ben ook gewoon nog super jong. Ik maak ook dingen mee. Ik ga nog steeds, ik ging nog steeds naar borrels en evenementen. En daar kun je gewoon veel makkelijker mee praten. Ik bedoel, de mensen met wie ik nu in die bijlesgroep zit, dat zijn niet alleen eerstejaars studenten die ik begeleid, maar grotendeels zijn ook gewoon mijn vrienden geworden. En, okay. En dan ga je gewoon veel makkelijker mee om en dan kun je veel makkelijker elkaar bereiken.
Moet ik zeggen dat ik nu dan wel veel meer vrienden heb dan eerst. Mijn chat, mijn WhatsApp, die zit ook gewoon echt propvol met berichten van, hey, kun je dit nog even uitleggen of kun je zus nog even doen? Maar het is gewoon een stuk makkelijker om, om hulp te vragen. Ik bedoel, als je een mail moet sturen naar docenten, nou, die docenten hebben het sowieso heel erg druk, die bieden niet echt of zeer zelden hun telefoonnummer aan of zo, van hey, app me maar gewoon als er wat is. Je moet afwachten, je moet een mail afwachten, en daarentegen, als je in de trein zit, kun je gewoon een app sturen van hey, ik snap het niet, kun je dit even uitleggen? Mm-hmm. En als je die vorm van communicatie wekelijks wel een beetje hebt, en gewoon ook over andere dingen met ze praat, dan denk ik dat ze gewoon wel snel geneigd zijn om van die bijlesmomenten voor mij bij te wonen. Omdat het naast lesgeven ook gewoon gezellig is. Want we praten gewoon over ook andere dingen. En wat ik ook heb opgemerkt, en de schoolleiding vindt het dan niet altijd even oké, want dat soort die bijlesmomenten worden opgenomen. Maar ik heb opgemerkt dat als ik dingen als schelden en dat soort kleine land ervan dingetjes ook uitvoer, dat ook wel een beetje wordt gewaardeerd aan de ene kant. Want dan wordt er niet gezien van, oh, ik heb nu les, ik moet nu opletten. Maar dan is het ook een beetje van, het is een soort casual moment dat we gewoon aan de gang gaan met de stof. Alsof het een beetje samen leren is dan een soort verplichting. Ah, ja. Maar ik ben nog... mooie analyse. Er zitten wat gevaarlijke dingen in voor docenten. Maar ja, daar moeten we misschien met z'n allen mee aan de slag. Maar dat is gewoon zoals het is, denk ik. Wat ik nog wel benieuwd naar ben, jij zegt van ik heb inmiddels 120, 130 studenten die in mijn appgroep zitten. Ben je dat nou nog steeds allemaal alleen aan het doen? Nee, godzijdank niet. Zeker niet, nee. Ik heb vorig jaar deed ik wel echt alles zelf. Toen had ik hier en daar wel een vriend die me op bepaalde momenten kon komen helpen. Maar nu is het echt een stuk groter en met veel meer studenten dan vorig jaar. Ik bedoel, die 120 leerlingen die er vorig jaar in zaten, die zijn nog steeds studenten, maar nu in jaar 2. Ja. En daarnaast is er een nieuwe generatie van eerste jaar bijgekomen. Dus we zitten echt met heel veel leerlingen en ik probeer ze nog steeds allemaal gewoon te helpen. Maar om 300 mensen leerlingen les te geven op verschillende momenten, verschillende vakken, noem maar op, dat is gewoon niet te doen. Dus dit is eigenlijk het eerste jaar dat ik zeg maar de samenwerking aan ga gaan met school. Dat ik het ook gewoon maandelijks, soms bijna wekelijks eigenlijk, gewoon een moment met hun prik. En dan ga ik gewoon evalueren, analyseren hoe het eventueel wat anders kan. Of er bijvoorbeeld met het geval met de docenten van die lopen we ergens tegenaan. Zitten er bepaalde conflicten tussen om die dan op te lossen of zoiets. Maar zoals nu heb ik gelukkig twee andere leerlingen. Een van de ene van mijn vriendin, die ik trouwens ook zo heb leren ontmoeten. En een van mijn beste vrienden die me hier nu gewoon superveel mee helpt. En die pakken ook een beetje coördinerende rollen op. En de bijlessen, die ik eigenlijk het liefst van lekker zelf geef, want ik vind het ook gewoon echt hartstikke leuk om te doen. Die worden nu bijvoorbeeld gegeven door hele andere studenten. Een van de dingen die nu dus... een van de moeilijkere zaken is dat je gewoon niet meer naar school kunt. Je kunt niet meer reizen, je kunt niet meer op locatie gaan, want corona is er. Mm-hmm. Maar er zijn nog steeds bepaalde aspecten van je studie die je op locatie in de praktijk moet kunnen uitvoeren. Bijvoorbeeld, in dit geval dan, wat ik eerder aan het begin ook een beetje zei, het instrueren. Dat je dus leerlingen moet begeleiden of evenementen moet gaan hosten met de school. Open dagen moet gaan bijwonen en hulp helpen daarmee. Dat kan nu gewoon niet meer. Nee. Maar dan loop je wel studiepunten mis. Of zou het dan betekenen dat je studievertraging krijgt of zoiets. Met Marleen Verstegen, die jullie volgens mij nu ook al vorige week hebben kunnen zien. Of 2 weken geleden, ik weet het niet eens meer. Ik heb met haar dus contact gehad en zij is dus de onderwijsverantwoordelijke voor dat vak. En met haar heb ik dus een beetje kunnen sparren met, hoe zouden we zo op deze online omgeving, eventueel met de bijlessen, leerlingen die het vak moeten halen, toch
een steuntje in de rug te geven dat ze geen studievertraging of problemen oplopen met het halen van het vak. Nou, die biasmomenten, die inmiddels 3 tot 4 keer per week zijn, die worden gegeven door studenten. En die kunnen op deze manier door het instrueren en het bijlesgeven van andere eerstejaarsstudenten hun studiepunten binnenhalen. En dan kom je toch aan de aantal uren die je dan nodig hebt om het vak te halen. Jeetje. Dus ja, geef ik het allemaal zelf? Gelukkig niet. En heb ik genoeg mensen die me helpen? Gelukkig wel. Ja, mooi. Dus jij hebt eigenlijk op een hele slimme manier heb jij gewoon echt een groot probleem van de studenten opgelost. Namelijk dat ja, het meehelpen aan voorlichtingsdagen of allerlei dingen op de fysieke locatie, dat kon niet meer. Dat was een risico en dat heb jij dus gewoon opgelost voor heel veel studenten. Ik denk dat ze wel heel erg blij met je zullen zijn. Ja, ik weet niet of het echt precies of per se opgelost is. Ik denk gewoon dat het een van de mooie dingen die bij het initiatief kwamen kijken. Ja, en je bent ook op zoek was naar de oplossing. Ja, precies. Of ik natuurlijk op zoek was naar de oplossing, dat viel op zich wel mee. Maar ja, als je dan toch zoiets bent begonnen, kun je net zo goed het beste van maken. Ik heb het idee dat jij vindt alles maar logisch en makkelijk, hè? Maar volgens mij ben je heel bescheiden. Ja. Dus dat is echt alleen maar heel mooi. Het kwam gewoon allemaal zo bij elkaar. Ja, tuurlijk. Alles viel van het compleet. Het klinkt allemaal logisch, maar ik heb er heel veel waardering voor wat je allemaal doet. En we hadden ook afgesproken dat je zou nog even wat laten zien, hè? Dus je geeft ontzettend veel bijles. Je hebt heel veel informatie verzameld, dat je mij al vertelt. Je hebt ook allemaal samenvattingen gemaakt. Kan je daar iets van laten zien op je scherm? Ja, zeker. Even kijken. Dat is dit. Als het goed is, kunnen jullie nu mijn scherm zien. Klopt dat? Ja, mooi. Ik zie je. Correct. Even kijken. Okay. Nee, helaas niet. Dat was het maar waar. Ik zit alleen maar op deze zolderkamer. Zulke mooie foto's. Ja. Ik werk dus heel erg met een Dropbox. En in die Dropbox bied ik voor de leerlingen... Ja, correct. Dus hier in deze Dropbox bied ik voor de leerlingen... alles aan dat ik eigenlijk te bieden heb. Ik bedoel, de bijlessen die zijn niet voor iedereen, want de een die lukt het gewoon en die heeft het helemaal niet per se nodig. Mm. En de ander, die komen er dan wel bij. Maar voor iedereen is het gewoon zo dat ik per vak, per periode, allemaal documenten heb gemaakt. Bijvoorbeeld hier. En dan bied ik extra samenvattingen aan. Of dan heb ik alle leerdoelen uitgewerkt. Of dan heb ik, en deze is zeker heel belangrijk, extra oefentoetsen gemaakt. En vlak voor je tentamen, dit soort extra documenten, dat helpt echt enorm. Dus naast de groepsapp WhatsApp-chat die ik eerder al uitlegde, dat iedereen gewoon heel makkelijk, heel snel hun vraag kan stellen. En of ik het niet ben, een van die andere 120 mensen, die beantwoordt je vraag wel heel snel. Is dit toch ook wel een van de krachtigste tools die ik eigenlijk gebruik om de leerlingen een steuntje in de rug te geven. Ja, en iedereen kan hier dus bij, hè? Ik moet sinds dit jaar werk ik dus vanuit de school en sinds dit jaar werk ik dus ook binnen het bestuur van de studievereniging van onze opleiding. Die heet studievereniging DNA. En wat we nu hebben gezegd is dat de bijlessen bijvoorbeeld echt voor iedereen toegankelijk zijn. En in combinatie met studievereniging DNA is de Dropbox dus voor alle leden die binnen de studievereniging horen. Dus op die manier kan ik ook de studievereniging helpen en kunnen wij met z'n allen veel meer bereiken dan ik alleen. Ja, mooi hoor. Jeetje Mina, het is ongelooflijk wat je allemaal doet. En ik begreep dat je ook, dat bijlessen worden ook ingeroosterd tegenwoordig, toch? Zijn gewoon in... Ja, dat kan ik ook nog wel even laten zien. Het is heel snel gegaan allemaal, maar ik ben super blij dat het dus ook op deze manier kan. Bijvoorbeeld is dat hier. Alle leerlingen hebben gewoon een normale rooster die ze aan het volgen zijn. Op dit moment, of een uur, hebben ze letterlijk een tentamen. En een van de bijlessen die ik aanbied, is dat ik dus tentamenvoorbereidingen aanbied. En voor deze periode is het bijvoorbeeld zo ingeroosterd dat de ene helft van de eerstejaars zal deze tentamen nu gaan maken. En de andere helft van de eerstejaars zal deze tentamen
ook nu gaan maken, zeg maar. Dus zijn, het is gewoon opgedeeld. Ja. Maar voor allebei de vakken moet ik nog steeds tentamenvoorbereidingen gaan bieden. Mm. En documenten maken en oefentoetsen maken. Mm. Nou, zoals jullie zien zijn ze gepland van 8:30 tot 11:30. Dat is nog een hele lange tijd. En ook super laat in de avond. Ja, s'avonds. Ja, s'avonds. Ja, zeker, ja. Ja. En ze zijn ook natuurlijk tegelijkertijd ingedoosd. Nou, in mijn eentje had ik dus dit natuurlijk nooit kunnen doen. Nee. Dus samen met een vriendin, samen met een van mijn beste vriendinnen, heb ik het op deze manier kunnen oplossen. Dat we alle twee gewoon tegelijk geven. En dat ik echt neerhop tussen allebei de chats, allebei de bijlesmomenten. Mm-hmm. En dat we zo op deze manier gewoon 3 uur lang, bijna in de nacht, nog een tentamenvoorbereiding hebben kunnen geven voor de tentamen die ze toevallig dus vandaag hebben. Ja, nou, ongelooflijk. Ja, en zo is het natuurlijk ook, wat zei je? Ik zei, je hebt in een jaar tijd ongelooflijk veel bereikt. En ik zit echt nog steeds, we hadden elkaar al gesproken, toen was ik al heel onder de indruk van je. Maar als ik nu zie, ik zie het ook gewoon nu, wat je allemaal aan bestanden maakt, dat het ingeroosterd is, hoeveel tijd je eraan besteedt, vind ik echt ongelooflijk. Hoe organiseer jij dat? Ik bedoel, jij moet wel eens hele, hele goede discipline hebben. Ja, ik heb, ik denk dat ook een beetje uit mijn... mijn voetbalverleden komt, want ik heb ook mijn voetbal nog steeds. Maar in het verleden heb ik in Engeland gevoetbald en op professioneel niveau in de Premier League, als er hier voetbal liefhebbers zijn. En vanuit daar is mij toch echt wel, nou ja, meegegeven / erin gestampt hoeveel ik kan gaan bereiken als ik me gewoon inzet en als ik gewoon mijn taken uitvoer en als ik gewoon mezelf aan een planning hou. Het ja, ik doe dan nu 2 opleidingen, 50/50 eigenlijk. Ik loop nu stage, ik werk hier ook nog steeds gewoon part-time bij. En ergens moet ik ook nog tijd besteden met een vriendin. Dus nou, dat kost allemaal heel veel tijd en energie. Dus ja, planning zit er echt in. Dus ik werk qua planning altijd met een Excel-bestand. En dan zie je gewoon in dat het hele lange, hele volle dagen zijn. En ook een heel aantal dingen die je dan moet gaan... inplannen en inroosteren en in gaan vullen. Maar als je de tijd opzij zet en je zet neer wanneer je die taak wilt gaan uitvoeren, dan komt het allemaal wel. Heel mooi. Mijn afsluitende vraag is eigenlijk, je bent geweldig goed in planning. Je hebt volgens mij ook een heel duidelijk beeld waar je heen wil met je opleiding. Ja. 2 opleidingen. Ja, dat is... Ja, ik vind dat zeker wel een van de belangrijkste dingen. Nou, voor mij persoonlijk is dat wel een van de grootste motivatie eigenlijk. En vaak heb ik bijvoorbeeld taken die ik gewoon niet leuk vind om uit te voeren. Want studie blijft studie, er zitten heel veel dingen in die je gewoon niet leuk vindt of die je minder erg aantrekken. Dan moet je je toch ervoor zetten om ermee aan de gang te gaan. Mm-hmm. Dus hoe doe ik dat? Nou, gewoon voor mij persoonlijk dan heel simpel in mijn hoofd houden waar ik naartoe wil gaan. En als ik dan weet van, oké, over een paar jaar zal ik dit hebben of zal ik daar zijn. En dan kan ik eindelijk wel gaan focussen op de dingen die ik zo leuk vind. Dan heb ik persoonlijk dan echt toch wel zoiets van, ik ga het gewoon doen. Let's just get this over with. En dan, dan lukt dat. Maar ja, voor mij is dat dan een van de krachtigste motivaties die ik heb. En waarmee ik echt dingen kan gaan doen binnen een dag. Waarmee ik soms ook voor stil sta. Mm. Maar... dat is dan ook van de dingen die ik heel graag wil aanbieden aan mijn vrienden, mijn bijlesleerlingen eigenlijk. Mm-hmm. Dus een van de andere dingen die ik waarmee ik me sinds afgelopen 2 weken dus mee heb bezig gehouden, is dat ik eigenlijk een soort moment inplan met wie daar behoefte bij hebben, leerlingen. Dat ik gewoon vraag van, hey, wie zou dit leuk vinden? En wat ik dan gevraagd is, wie zou het leuk vinden om even stil te staan bij... de studie, de opleiding waar je ermee naartoe kunt gaan, of hoe het eruit ziet op eventueel universiteit, als je dit niet leuk vindt, hoe dan verder? Want dat is toch een van de dingen wat je eigenlijk bijna niet weet als HBO-student. Van oké, ik doe dit nu, maar wat kan ik hier precies mee? Op het lab werken, oké, maar er zijn zoveel dingen die spelen binnen het lab waar je mee bezig kunt gaan houden. En
eindstand heb ik dus met inmiddels al bijna 16 leerlingen. En ik heb hier mijn lijstje. Ik heb er nog 46 te gaan. Ga ik gewoon een 20 minuten gesprek met ze inplannen? Ga ik gewoon praten over hoe gaat je opleiding? Wat vind je leuk? Lukt alles een beetje thuis? Kun je het een beetje plannen? Kan ik je anders daarmee bijstaan? En wat verwacht je eigenlijk van deze opleiding? En ja, vaak laat ik dan zien hoe ik persoonlijk dan te werk ben gegaan. Want ja, ik kan niks anders doen dan adviseren en mijn ervaringen meegeven. Mm. Want zo zie je bijvoorbeeld dat heel veel leerlingen de aspiratie hebben om hier naar de universiteit te gaan. Die willen hun proppen Duitser halen en die willen naar de universiteit gaan. Maar helaas, voor dit soort beta vakken waar ik dus ook in specialiseer, kun je alleen met je proppen Duitser niet naar de universiteit gaan. Daar moet je ook deelcertificaten van de VWO voor hebben. Mm-hmm. Maar dat weten heel veel leerlingen niet. Oh. En dan is het dus zo... dan is het zo rot als je aan het eind van het jaar, wanneer je denkt dat je er bijna bent, toch eigenlijk een heel jaar moet gaan besteden daaraan. En in plaats daarvan kan ik ze misschien nu al gelijk dat soort informatie meegeven. Ja. En kan ik ook gewoon een heel leuk gesprek met ze. Ja. Dus ja, mijn grootste motivatie probeer ik gewoon ja, misschien mee te geven aan hen. Omdat ja, dan komen we toch wel de leukste gesprekken uit. Vind ik ja. Nou, Rigiet, ik ben nog meer onder de indruk van je. Ik vind het... Ik kan niet anders denken dan dat je medestudenten en ook je opleiding jou gewoon op handen moeten dragen. Want je hebt zoveel, je doet zo vreselijk veel en je bent zo positief en nou, je zet je in. Ik ongelooflijk. Ik ben heel blij dat ik je heb mogen spreken. Ik ga er een mooie, nou ja, je hebt ze gezien eerder. Ik ga er een mooi stukje omheen maken. Dit was de laatste in 2020. Ik denk een hele mooie afsluiting. En ik wil iedereen die altijd maar kijkt naar deze koffiebreaks een hele fijne kerstvakantie wensen. Rust goed uit. Laat weer op. Krijg weer energie. En dan zien we elkaar in 2021 in een wat rustiger jaar hopelijk wel weer terug. Dank Rigiet. Tot hopelijk ooit een keer in het echt, want ik hoop je heel erg graag een keer te ontmoeten. Dankjewel. Hartstikke bedankt dat ik er kon zijn. Dag. Doeg.